zitten we in YouTuber Tycoon en hitten we ook al bijna 100.000 volgers. Onze eerste 100.000 volgers op YouTube. En dat betekent dat we onze Unlock de Silver Play button kunnen klikken. Oeh, wow, kijk eens aan. Zie ons shinen boven onze bank of sofa die net vernieuwd is. Hebben onze playbutton van 100.000 abonnees. De volgende is uiteraard de 1 miljoen. Dat is de gouden. En dan heb je een playbutton, de diamond one, van 10 miljoen. Wie weet komen we daar ooit in deze serie. We gaan de carpet updaten, want dat kunnen we vanaf 37.000 abonnees. We kunnen ook gelijk een nieuwe computer. Dit is onze oude. 3, 2, 1. Oeh, dit is echt een gamers YouTuber setup met allemaal lichtjes. Zoals je kunt zien, records. Ik moet natuurlijk wel even wat filmen. Ik heb een camera, twee beeldschermen, een microfoon, een toetsenbord met licht. Als we natuurlijk hier zitten, maken we meer subs de seconde. Oké, natuurlijk hebben we ook dit gedeelte dat we nog moeten kopen. We hebben de vorige keer onze deur die open kan. We willen gerust gelaten worden. We kunnen hier iets kopen voor 250.000 euro. Dat is extreem duur. En er staan twee vraagtekens. Of drie vraagtekens bij. Ik weet niet wat het is. En de game blijkbaar ook niet. Wat ik wel weet is dat we een plantje gaan kopen. Oh, verschillende planten. En we gaan een upgrader kopen van 20.000 euro. Bam. En dat zijn denk ik alle upgraders die je kunt kopen van 150 naar 250 naar 700. Dus deze upgrader doet wel heel veel. En we kunnen een nieuwe vloer kopen voor 25.000 euro. Maar ik ga natuurlijk wel eerst deze room. Naar mijn weten heb ik dit gedeelte de vorige keer ook gedaan. Is dit niet opgeslagen? Want hier, dit heb ik allemaal niet meer gezien. Dus dit is nieuw. Maar dit had ik denk ik de vorige keer wel nog, dat muur. Ik heb geen idee. We hebben het nu gekocht. En we kopen een second floor. 311 subs de seconde krijgen we bij, zoals je kunt zien. En dat betekent dat we onze tapijt kunnen updaten vanaf 285.000. En wat hebben we? Oh, wat ben ik niet slim. Dat heb ik niet goed gezien, want we hebben 221.000. Wat hartstikke veel is. Maar niet genoeg is om de carpet of de tv te updaten. Nou, de tv bijna. We hebben 83.000 euro. Dus wij kunnen de bovenverdieping gaan maken. We gaan een dropper kopen. Een nog een dropper kopen. Een upgrader kopen, die we niet kunnen kopen. En conversie wall. Dus zeg maar om het allemaal tegen te houden. Oké, dat is goed. We kunnen hier walls kopen. Nee, die is ook te duur. Oh, wat is alles gigantisch duur aan het worden. Op een gegeven moment merk je dat het echt heel duur wordt. Maar we maken ook snel geld. Dus daar ben ik wel blij mee. Is er al iets dat we kunnen kopen? Ik denk onze tv. Ja, die kunnen we upgraden. En wat gaan we krijgen? Een plasma, een super 4K ultra. Nou, dus als ik even wil chillen, kan ik even op bed liggen. Even kijken, chillen, buiten kijken. Mensen die met hamers lopen. Ik heb nog steeds geen idee wat het is. Maar wat ik wel weet, is dat dit allemaal goed loopt. En ik ga gewoon wachten tot er genoeg geld is. En dan kan ik verder gaan bouwen. Ik heb er zin in. We hebben 403 subs de seconde bijgekregen. Dus dat gaat hartstikke lekker als je naar die nummers kijkt. En we kunnen dus bijna onze carpet updaten. Wat we wel al kunnen is boven weer wat gaan upgraden. Want we hebben 161.330 euro, dollar, hoe je het ook wilt noemen. Het maakt mij niet heel veel uit. We kunnen droppers kopen en ons geld is er weer bijna helemaal van op. Want de volgende upgrade is 120.000 euro. Hoe duur wil je het hebben? We doen het in ieder geval goed, want ik moet zeggen, we zijn de, niet eerste, tweede, derde, vierde persoon in de rij. Er zijn mensen met streutvol geld. Laten we nu spreken over subscribers. 26,8 miljoen. Nou, die doen het goed. Wat ik wel kan kopen is een wall. Muren. Kijk eens aan. Het is een heel klein muurtje. Het moet hoger worden. Dus ik denk dat je elke keer betaalt voor een stukje hogere muur. Dit is een beetje een oplichting. Lichtelijk. Omdat ik drie keer waarschijnlijk een muur ga moeten kopen. Of vier keer om hem hoog te krijgen. Maar dit is een beetje het principe zoals je kunt zien. Zoals bij andere mensen. Ik heb een paardhuis. Deze heeft een gele. Net van Pikachu. Je hebt hier eentje. Daar een blauwe. En daar weer een paars. We kunnen weer een muur kopen. Zoals je kunt zien. Ah, kijk. We zijn niet zo scammerig bezig vandaag. We hebben in ieder geval al hogere muren gekregen waar ramen in moeten. Hier kunnen we al deze kopen. Kijk eens aan. En dan walls, denk ik, om hier in het midden te plaatsen. Heb ik een voel. Dat is goed. Ik ga eens beneden kijken, want we hebben 300.000 abonnees gekregen. Nu begint het wel hard te gaan, al zeg ik het zelf. We kunnen onze tapijt gaan veranderen en ik ga kijken welke kleur het wordt. Ik heb een gevoel dat het ergens in een paarse kleur in gaat. Nee! Het is een YouTuber's playbutton waar je op moet klikken en dan kun je filmpjes kijken. Nice. Het volgende dat we kunnen kopen is de, nou eigenlijk een update van de sofa voor 360.000 abonnees. Dus dat duurt toch eventjes, maar ook weer niet heel lang. En waar ik ook heel enthousiast voor ben is deze buy. Vraagteken. Dus die wil ik zeker in de volgende aflevering gaan kopen. Heb jij een idee wat het is? En niet vals spelen als jij al weet wat het is, dat moet je niet zeggen. Maar heb jij een idee wat het zou kunnen zijn? Iets voor 250.000 euro met drie vraagtekens. Ik bedoel, als jij het weet, laat het weten. Room hebben we hier. Ah,
Kijk, we hebben hier een muur geplaatst. Dan scheidt dit gedeelte af. De walls met waar het geld wordt gemaakt van. Een woonkamer, een keuken. Ik heb geen idee. Wat ik wel weet is dat we hier een gang hebben gemaakt. Kijk eens aan, dat maakt het gezellig. We kopen planten voor 30.000 euro. Ze mogen goud geven, want anders weet ik niet waarom je er zoveel geld voor gaat uitgeven. Maar wat ik wel weet is dat we hier ook nog dingen hebben. Een boekenkast. Nice. Kijk eens. Met, oh, kijk, Roblox default mannetjes. Nou, helemaal leuk. En dan voor de leuk ga ik nog deze twee vandaag kopen. En dan ga ik ermee kappen, want ik wil het spannend houden. Ik ben benieuwd wat het wordt hier. Ik denk dat het een kledingkamer wordt. Ik weet het niet. Ik heb oprecht geen idee wat het wordt, maar ik zie wel tv dat hier wordt. Een kledingkast. Walls, dining room. Ja, dit wordt denk ik een woonkamer. Een beetje een chill woonkamer. We gaan het zien. Deze kan ik in ieder geval kopen. En dan gaan we deze dus nog alleen kopen. En dan stoppen we ermee. Want anders kan ik blijven kopen uiteraard. Dus voor 40.000 euro. Bam, wat hebben we? Drawers. Kijk eens aan met koekjes. Nou, de volgende keer gaan we hier verder. En gaan we de dining room maken. En gaan we verder. Want dan kunnen we op dat moment een upgrade doen van onze sofa. En die kan eigenlijk nu. Maar dat ga ik later voor de volgende keer. Laat me weten welke kleur. Denk jij dat deze sofa wordt? Ik vind het een leuke tycoon. Ik vind tycoons überhaupt super leuk. Maar ik hoop het leuk vinden. Bij de volgende aflevering koop ik dit. Vraagteken, vraagteken, vraagteken voor 250.000 euro. Laat me weten wat het is. Het woord van vandaag is 100.000. 1-0-0-0-0. Nou, ik vond het leuk. Ik zie jullie overmorgen terug bij een gloednieuwe video. Adios!